Sneeuwmeel, 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 nee, Sunday. Die is wel leuk. Ja, een soort van Batman. Maar wel het begin, toch? Ja. Dus het intro liedje? Ja, dat weet ik. Kom op, jullie weten het intro liedje. Ja, die hebben ze net gehoord. Zie, hoor dan. Zij doen het allemaal goed. Ja, doe jij nog. Nou, oké, ik doe het begin. Zie, je wist het wel. Ja, maar ik moest erin nog komen. Hey, het is weer zondag. Tijd voor een nieuwe Sneeuwmeel Sunday aflevering. En ik heb vandaag iemand te gast. Nou, waarschijnlijk ken je hem wel. Dit is Jeroen, mijn vriend. En hij zit hier niet zomaar. Je zit hier niet zomaar. Oh, ik dacht ik zit hier gewoon zomaar. Nee. Dat is een vergissing. Want ik ging van de week naar de brievenbus. En daar vond ik een leuke post. Nou, dat gebeurt natuurlijk steeds vaker, want jullie sturen me hartstikke leuke dingen. En ik zag daar deze envelop met Elise erop. Nou, dat is heel erg leuk. Maar ik zag ook deze envelop met jouw naam erop. Wow. Dus ik had bedacht dat er deze enveloppen, Jeroen die met zijn naam en ik die met mijn naam, live gaan openen op camera. Want jullie vonden de live opening van vorige week heel erg leuk. Ja, superleuk. Er wordt aan mij gedacht. Yes. Welke leuk stickertje achterop? Ja. Bij mij staat hallo. Bij mij staat hi. Oké, 3, 2, 1. Ah, dat is leuk. Oeh. Oh. Ja, superleuk. Wow. Ik gooi er wat uit. Ik heb een vet leuk kaartje. Er staat op pluk de dag. Ik heb ook een leuk kaartje. En daar staat geen woorden op, maar wel leuke plaatjes. Oh jawel, er staat beautiful day. Sorry. Ik ga hem openmaken. Ik ook. Huh? Ik laat weer een plaatje vallen. Ik vind het super grappig. Er staat namelijk: ik hoop dat je nog lang zulke video's mag maken. Vooral Sneeuwmeel Sunday. En dat je steeds groter mag worden. Nou ja, je kanaal dan. Dus ik zag hem al voor ik ben niet zo groot. Het is heel grappig trouwens dat ik heel vaak. Maar als mensen me dan in het echt zien, dan hoor ik best wel vaak: oh, je bent wel kleiner dan ik dacht. Wij zijn sowieso beide niet super groot. Wij zijn bijna niet super groot. Heb je ook een leuk kaartje? Ja, ik heb een vet leuk kaartje. Het is dus van Dansfluitertje? Ja. Op Instagram? Ja, die naam die ken ik van Instagram. Maar die vroeg zich af van, nou ja, niet veel video's meer van mij gezien. Ik denk dat ze ook bedoelt met Jong Beleefd en zo. Ja, waar ben je? Kloppen. Hoe kan dit? Ja, ik weet niet. Het is een soort van, of wat drukkere periode met andere dingen en een beetje... Ja, overwegen van wat we nu zullen doen. Maar wij willen wel verder gaan met Jong Belegen. Dus stay tuned voor de trouwe kijkers. En bedankt dat jullie alsnog ons zo supporten. Ondanks dat we de hele tijd niks meer hebben geüpload. Ja. Dus ja, er komt weer wat aan. En ja, persoonlijk wil ik sowieso weer meer met YouTube gaan doen. Ook meer echt leuke video's, zeg maar. Ja. Van. Gewoon korte films. En daar ben ik op het moment een beetje mee bezig. Maar terug naar de brief. Ik vind het super leuk en super, ja, een super leuke kaart. Ik vind het echt heel leuk dat je ook een kaart hebt gestuurd naar Jeroen. Dat ja, is super goed. Inderdaad. En ja, vet lief. Vet lief. En ik laat zien ook de binnenkant nog, want die is ook heel leuk. Zeg maar, hieronder zat allemaal tekst. Maar dat laat ik nooit zien. Maar de binnenkant... Het is gewoon heel gezellig. Leuke kleuren papier, zo'n leuk vakje met een leuk plaatje. Dat is daar is dat plaatje met Delft eruit. Ja, die wilde steeds weg. Dit is een cool plaatje. Wat heb ik? Is dit een tijger of zo? Of een leeuw of een auto? Maar yo, dit is echt een zo'n Little Big Planet tijger. Een tijger op safari. Hoe cool is die? Jullie moeten mijn plaatje ook zien. Oh, wat laat ik nou weer vallen? Ik kreeg de vraag hoe ik de kakatoe op de voorkant noem. Even nog een keer laten zien. Dit is de kakatoe op de voorkant. Hoe noem ik die? Ja, Karel is wel een leuke naam voor een kakatoe. Maar deze is wel fancy, want hij heeft een vlinderschrikje. Ja. Dus ik noem hem Jacques. Want dan kan ik hem Jacatoe noemen. Jacatoe.
lief dansfluitertje. Want ja, ik weet niet hoe ik je anders moet noemen. Maar vet leuk, want ik herken je naam van Instagram. Heel erg bedankt voor je lieve kaartjes. En voor mij, dat er aan mij wordt gedacht. Super cool, heel goed. Cool. Dankjewel. Jeroen is magischerwijs weer verdwenen en ik wil je nog een kaartje laten zien wat ik deze week ontvangen heb. Het is dit mooie kaartje en deze kreeg ik van Celine. En het leuke is dus dat als je het kaartje schudt, dat de glitters zich verspreiden, zeg maar. Ik hoop dat je het idee een beetje snapt. Ik vond hem echt heel erg leuk gemaakt. En in het kaartje heeft Celine een brief gedaan en een aantal tags. Op een of andere manier laat ik iedere aflevering iets vallen. Celine had er dus een aantal tags in gedaan. Dit is echt heel erg schattig. En dan nog lichtblauwe met witte stipjes zoals je hier ziet. En in dit envelopje had Celine een foto gedaan van zichzelf en haar vier katten. En ik vond het heel erg leuk, want ik herken haar foto van de comments en haar naam ook. En ik hoop dat je het goed vindt dat ik je katten ga laten zien, want ik vind ze heel erg lief. Kijk, zulke mooie beestjes. En ze had al kat Kasper. En de andere drie waren zwerfkatten en die hebben ze opgevangen. Echt super tof. Echt heel gaaf. Ik heb zelf dus ook een kat gehad. Of een poes eigenlijk, want het was een meisje. En die kwam uit het asiel. En ik vind wel, als je dan huisdier neemt, kijk dan vooral ook in het asiel. Om te kijken of daar een lief dier is wat je een nieuwe plaats kunt geven. Dus ik vond het heel erg tof, Celine, dat jij, toen je al een kat had, ook de andere drie katten een thuisplaats gaf. Ik vond het ook heel bijzonder om te lezen dat ook Celine heel persoonlijk vertelde over zichzelf in de brief. Nou, dat deel ik verder niet, maar Celine, ik wil naar jou zeggen dat ik dat heel erg tof vind dat je dat deed. En ik wil even laten zien hoe superleuk briefpapier ze heeft gebruikt. Met al die katten erop. Volgens mij komt dit uit een flow, dacht ik. Echt heel erg leuk. Celine, heel erg bedankt voor je leuke kaartje en voor je lieve woorden. En heel erg leuk dat je ook foto's mee hebt gestuurd. Echt heel tof. En misschien moet je hier maar een DIY van maken. Want ik denk wel dat veel mensen het leuk vinden om zo'n kaartje te maken. Nou, vroeg ik de vorige keer of jullie leuke ideeën hebben voor de polvraag. Want ik had zelf niet meer zoveel inspiratie. En er kwamen al hele leuke suggesties. En daarom is er vandaag ook weer een poll. En ik heb de vraag van Sanne van den Boogaard uitgekozen. En dat is, stuur je wel eens post naar het buitenland, naar een penpel of naar vrienden of familie? Ik ga even kijken hoe ik dit precies in een poll kan verwerken. Maar je ziet hem zo meteen wel in beeld inkomen. Of je klikt even op het i'tje en dan kun je de pollvraag beantwoorden. Heel erg leuk, dankjewel voor je vraagsuggestie, Sanne. En als iemand anders nog een leuke suggestie heeft voor een poll, laat het me weten. Ik zag dat Anouk ook nog een hele leuke had geplaatst. Dus die gaan we ook nog doen. Maar laat me vooral weten als je ook nog een leuk idee hebt voor de poll. Dan als afsluiter ga ik je nog laten zien wat ik deze week gemaakt heb. Van deze week alweer. Heel erg leuk dat je er weer bij was. Volgens mij was dit al nummer 15 van de afleveringen. Gaat echt snel. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om te maken. En zoals je ziet zoek ik ook een beetje naar een nieuwe leuke achtergrond. Ik dacht misschien zo met mijn bureau dat dat wel leuk is. Ik ben nog een beetje aan het zoeken en aan het prutsen. En ook aan het bedenken wat leuk is om in sneeuwmeel Sunday te laten zien. Ik kreeg ook nog de vraag of ik wilde laten zien wat je allemaal met een sneeuwmeel mee kan sturen. Maar het lijkt me ook leuk om daar een aparte video over te maken. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Maar laat maar weten wat je graag wilt zien of wat je niet wilt zien. Ik sta altijd open voor ideeën en voor feedback. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens je een hele fijne zondag en een goede nieuwe week morgen. En ik zie je natuurlijk heel graag bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!